Is je blondie. Niet de Elvis, dus de blondie. Welkom bij de weekvlog. En wij gaan wederom op buitenrit. Waarom? Ja, dat vinden wij nou helemaal leuk. En we zijn nu wat eerder, dus ik hoop dat we nu voor donker terug zijn. Wat zeg je? De zon begint wel onder te gaan, ja. Maar dat probleem hebben we dus elke keer. Het wordt natuurlijk steeds vroeger donker. Ja, en ik hou dan helemaal van buiten rijden en Tess ook. Dus dat maakt het er allemaal niet eenvoudig op. Gaan we door de blubber? Ja, we gaan door de blubber. Dinsdag en we zijn binnen aan het rijden, want het is gewoon rot weer. Erg drukke dag vandaag, dus weinig kunnen vloggen. Paardjes even opgezadeld en we zijn binnen aan het rijden, zijn inmiddels bijna klaar. En dan gaan we naar huis en eten en dan morgen weer een nieuwe dag. Morgen komt Jacob, dus dat is altijd. Nog steeds no steward november, dus gaat ze keuren. Hi, vandaag. Zijn we niet vandaag ben ik niet alleen. Dan hebben we Kim vandaag. Hi Kim. Van de marketingafdeling. Dan hebben we de bekendste van allemaal, mijn vader. Je had eigenlijk gewoon iemand nodig van de federatie. Hij is bezig met praten. Wil je dat doen? Hi pa. Hallo. Wat ben jij aan het doen vandaag? Aan het eten. Ik heb net dit allemaal opgegeten. Was het lekker? Heerlijk. Mooi. Dan gaan we verder naar de volgende. Dan ben ik hier met nog meer mensen. Oeh. Dan ben ik hier met mijn moeders. Hi. Wat doe jij vandaag? Ik ga zo een video opnemen. En we gaan zo de live unboxing doen van jullie helmen. Van de GPA. Maar wie bij de helmen hoort, dat is... Jacob! Die heeft ook een helm op. Nee, ik heb echt super gaven, hele kekke. Ik weet niet hoe, wat zeggen jullie als iets echt heel gaaf is? Heel gaaf. Of gewoon heel gaaf. Ik heb gewoon vet gaaf helmen meegenomen. Echt gaaf. En ik kan eigenlijk niet wachten tot we ze uit kunnen pakken. Laten we maar eens wat gaan doen. En ik heb heel gezond geluncht. Ja, hij heeft zijn eigen salade gemaakt. Kan je mijn buik inhouden, je kunt zien, het heeft al de pet. Ik hoop dat mijn vrouw kijkt, zegt Janne, het is een hartstikke goed idee. Gewoon zelf je salade samenstellen, dus als je spekjes wil of geen spekjes. Geen paprika, maar ik ben niet zo gek op paprika. Dat is voor de caviar van ons. Nou, en ik ben er. Oh, trouwens, we hebben glitterkaars. Kijk, is die mooi, is die mooi. Zo, we zijn inmiddels afgeruimd en de studio wordt klaargemaakt door Mams. Kijk, hier gaan we dan denk ik zitten. Want we moeten natuurlijk wel wat uit. Pakken. Dus dan is het wel handig als we een tafel hebben. En mijn moeders bureau is. Dus, dit is mijn vaders bureau. Daar is het moeders bureau nu. Lucas vlag, Rick. En daar aan de tafel gaan we dus zitten. Ik één keer de laatste ging ik op een sprong af. Zo. En ik ging. Zo, ik heb vandaag sportdag gehad op school. En ik heb van mama een lekker bakje met fruit gekregen. En ik ga nu naar de springles, maar met mama's, want ik kan natuurlijk niet auto rijden. En dan ga ik op Verona naar de springles doen, want Blondie die gaat zaterdag en zondag al springen. Verona alleen zaterdag. En Blondie is natuurlijk nog wat jonger, dus die moeten we meer de ruimte geven. Want anders zou Blondie vandaag met de springles erbij 4 keer springen. En dat is wel een beetje te veel voor haar. We gaan naar de manege.
Zo, wat ga jij doen, Mams? Nou, Verona heeft besloten dat het een goed idee is om in haar bak te poepen. Dat doet ze wel vaker. Dus dan moet ik eventjes weer poep scheppen met mijn handen. Het is november, no stirrup. Of no stirrup november. Oh, dan gaat ze natuurlijk net de hoek om. Want dat doet ze als ik wil filmen. Maar zelfs op Verona heeft ze de beugels uit. Ze gaat wel zo springen met beugels. Misschien komt ze nu wel rechtdoor. Ja, kijk. Oh nee, toch niet. Nou ja, geloof me, ze heeft geen beugels.